For more media content from Grace Community Church in San Antonio, Texas, go to gccsatx.com. Media used by permission of Heart Cry Missionary Society. Visit us online at heartcrymissionary.com. Paul Washer starts preaching about 4 minutes into this service. Almachtige Vader in de hemel, dank u dat we voor uw troon mogen komen. We danken u, Heere, dat wij hier vanmorgen weer opnieuw bij elkaar zijn. Heere, om opnieuw uw woord te horen. Heere, willen we u voor danken dat u ons dat geeft. Heere, maar we willen u ook uitspreken naar u. Heere, we zijn afhankelijk van u. Heere, geef ons echt een open hart. Een open oor, Heer, dat we horen, de boodschap, en dat die in ons hart mag komen. Heer, wilt u zelf ons aanraken vanmorgen, door uw geest. Heer, wilt u de boodschap zegenen. Heer, mag het echt met zalving gesproken zijn, bij u vandaan. Heer, bij u van de troon vandaan, Heer, zodat het ook in onze harten echt mag komen en diep door mag werken. Heer, niet alleen hier, niet alleen in deze samenkomst. Heer, maar we denken ook aan de kinderen, ook die nu op dit moment onderwezen worden. Vader, wil u ook in de jonge kinderharten, Heer, uw woord zaaien. Heer, dat zij al jong, Heer, een keuze mogen maken en u mogen dienen. Heer, wat is dat heerlijk, Heer, als onze kinderen al zo van jongs af aan, Heer, onderwezen worden in het woord. Onderwezen worden in uw waarheid en dat ze van jongs af aan op leren groeien. En met u leren wandelen. Heer, daar danken we u voor. Heer, we danken u dat u ons dat, ja, al die gaven, Heer, al die giften zijn van u. U bent zo goed voor ons, Heer. En we bidden ook voor de 12 tot 18-jarigen, als ze samenkomen. Heer, misschien veel jongens die vragen hebben, die waar een moeilijke periode van hun leven is. Heer, wilt u geven dat ze alles los zullen laten en zich zullen werpen op u alleen. Heer, dat hebben wij allemaal nodig. Heer, en ook als het gaat over, ja, over huwelijk, over alleenstaand. Heer, over hoe u ons leidt in ons leven. Heer, dan weten we, alles wat u doet, doet u met een doel. Heer, want u wil ons schaven. Of we nou een huwelijk hebben. Of we alleen zijn. Heer, we weten het ook, Heer. Voor sommigen is het zo enorm moeilijk als ze alleen zijn. Heer, dat weet u ook. U weet uw nood. Heer, en u hoort het gebed. Heer, dank u voor. Dat we al onze noden en al onze zorgen bij u bekend mogen maken. Heer, maar dat u altijd een plan hebt. Heer, en dat we daarin mogen rusten. Heer, daar dank u voor. En daarom willen we al ons vertrouwen op. Ja, naar u toe uitspreken, Heer. Het is goed wat u doet. Heer, het is goed hoe u ons leidt. Heer, leer dat ook. Los te laten. Geef ons dat, Heer, dat we dat leren om los te laten. Heer, en het alles alleen van u te verwachten. Heer, want u bent de volmaakte God. Heer, en u doet het nooit verkeerd. En daar willen wij u voor danken. Heer, en we willen vanmorgen uw stem horen. Dat vragen we van u. Om Jezus wil. Amen. All right. We're going to continue talking about the man as head of his home. We gaan verder door na te denken over het hoofd zijn van de man. When we talk about authority, we have two models. Wanneer wij het hebben over gezag, dan kunnen we denken aan twee modellen. Christ. Twee voorbeelden, Christus. And Caesar. En de keizer. When we talk about being the head of our home, we are talking about following Jesus Christ and not Caesar. En wanneer we het hebben over het hoofd zijn van de man, dan gaan we uit van het model van Jezus Christus en niet het model van de Romeinse keizer. Let's look at some of the characteristics of the authority of Caesar. Laten we naar een aantal eigenschappen kijken van het gezag dat de keizer had. It was self-serving. Het was zichzelf dienende. It was self-promoting. Het was zichzelf naar voren schuivende. It was demanding. Het was eisend. It was merciless. Het was genadeloos. And it was destructive. En het was vernietigend. It was a godlike rule. Het was een regel waarbij hij leek op God. Where everything was centered on Caesar. En alles was gecentreerd op de keizer. Everything was an extension of Caesar. Alles was een verlengstuk van de keizer. It was all about his person.
Het ging allemaal om zijn persoon, his position, zijn positie, his place in history, zijn plaats in de geschiedenis, and his vision. En zijn visie op de dingen. That's not what we're talking about when we talk about a man being head of his home. Maar daar hebben we het niet over wanneer we het hebben over de man die het hoofd is van zijn gezin. Look in Daniel 7:7. Als we kijken naar Daniel 7 vers 7. Daniel 7, vers 7. Daarna zag ik in de nacht gezichten en zie, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren en het had 10 hoornen. I have known religious men. Ik heb godsdienstige mannen gekend. Who ruled their house this way. Die hun gezin op deze wijze hebben geregeerd. You see, that's why teaching on this subject is so dangerous. Zie je, daarom is onderwijzen over dit onderwerp ook zo gevaarlijk. An ungodly religious man. Want een goddeloze religieuze man. Will use it to subject everyone to his own will. Die zal dit onderwijs gebruiken om alle anderen te doen buigen voor zijn wil. And he will act like a tyrant or a dictator. En hij zal gaan handelen als een tiran en als een dictator. Even Jesus said that the Gentiles, when they were reigning, they would lord over everyone else. Zelfs Jezus die zei dat de heidenen wanneer zij heersen, dat ze regeren over alle anderen. And that's wrong. En dat is fout. That's not what a husband's supposed to do. Dat is niet wat een echtgenoot behoort te doen. Now let's look at the rule of Christ for a moment. Nou, als we dan kijken naar de regel van Christus. It was self-giving. Hij gaf zichzelf. It promoted the welfare of others. Hij was gericht op het welzijn van anderen. It sought to bring others into harmony with the will of God. Hij was erop gericht dat anderen in lijn kwamen met Gods wil. It was merciful and life-giving. Het was genadevol en levengevend. There's a good description of the reign of Christ in Romans 14:17. We vinden een hele mooie beschrijving van de heerschappij van Christus in Romeinen 14 vers 17. His kingdom is described as righteousness. Zijn koninkrijk wordt daar beschreven als rechtvaardigheid. Peace, vrede, and joy in the Holy Spirit. En blijdschap door de Heilige Geest. Now listen to me. Dus luister naar me. How can you tell when a husband, a father, is truly using his authority in the house in a biblical manner? Hoe kan je zien dat een vader in zijn huisgezin werkelijk zijn gezag als hoofd van het gezin gebruikt op een bijbelse wijze? Hoe kan je dat zien? There will be righteousness. Dan zal er rechtvaardigheid zijn. Correct actions before God. Dan is er juist gedrag voor het aangezicht van God. There will be peace. Dan zal er vrede zijn. And there will be joy in the Holy Spirit. En dan zal er vreugde zijn door de Heilige Geest. Now just think about Jesus for a moment. Denk eens na over Jezus. King of kings and Lord of lords. Hij is de koning der koningen en de heren der heren. He says, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. En hij zegt gelijk, de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Hij kwam niet om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. The husband does not take authority in order to serve himself. Dus de echtgenoot die maakt geen gebruik van zijn gezag om zichzelf te dienen. But he uses his authority to serve others. Maar hij gebruikt dat gezag om anderen te dienen. His wife and his children. Zijn vrouw en zijn kinderen. I want you to go to John chapter 13 for a moment. Ik wil graag met jullie gaan naar Johannes hoofdstuk 13. Verse 12 through 17. Vers 12 tot 17.
Okay. En als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan. En hij zeide tot hen: verstaat gij wat ik uw lieden gedaan heb? Gij noemt mij meester en heren en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar ik zeg u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Now he is specifically talking in the context of being a teacher and being Lord. Nou, hij heeft het heel specifiek over een context waarin je onderwijzer bent en waarin je heer bent. He's talking about authority. Hij heeft het hier over een positie van gezag. He's saying, when it comes to sovereignty, I am Lord. En hij zegt, als het op de soevereiniteit aankomt, ik ben de soevereine Heer. When it comes to scriptural authority, I am the teacher. En als het gaat om schriftuurlijk gezag, dan ben ik de leraar. And he says, now this is the example I'm going to give you. En dan zegt hij, dit is het voorbeeld dat ik jullie heb gegeven. I'm going to take the lowest position in the house. Ik neem de minste positie in thuis. And I'm going to wash your feet. En ik ga jullie voeten wassen. I'm going to serve you. Ik ga jullie dienen. In the position of the lowest slave. En ik neem de positie in van de minste slaaf. Now when Jesus had to stand up and exercise authority, there was no question who was in charge. Nou, als Jezus opstond en zijn gezag uitoefende, was er geen enkele vraag over wie de leiding had. But when there was a need for a servant, he was there first. Maar als er een slaaf nodig was, dan was hij de eerste die zich aandiende. It's like a man who walks into the kitchen. Het is als een man die de keuken binnenloopt. And he sees some sugar that spilled on the floor. En hij ziet dat er wat suiker op de vloer is terechtgekomen. And he says, honey, there's sugar spilled on the floor. En hij zegt, lieverd, er ligt suiker op de grond. How does that compare with what Jesus did? Nou, hoe verhoudt zich dat tot wat Jezus deed? Jesus would have never said, honey, there's sugar on the floor. Jezus die zou nooit hebben gezegd, liefje, er ligt suiker op de grond. He would have got the broom and cleaned it up. Hij zou een doekje hebben gepakt en het hebben opgeruimd. Do you see that? Begrijp je dat? You say, but I'm too busy. Dan zeg je, ja, maar daar heb ik het te druk voor. No, you're saying you're too important. Nee, wat je eigenlijk zegt is dat jij daar te belangrijk voor bent. Just look at this model. Dus kijk eens naar dit model. This is not only a model for family, but spiritual leadership in a church and a movement. En dit is niet alleen maar een model voor het gezin, maar ook voor geestelijk leiderschap in de kerk en in een organisatie. There was a very famous Christian woman. Er is een hele bekende christelijke vrouw. Who became very, very loved and respected throughout the world. Die door de hele wereld zeer geliefd en gerespecteerd is geworden. For the things that she did saving Jews in Nazi Germany. Voor de dingen die ze heeft gedaan in het redden van Joden in de tijd van Nazi Duitsland. And so people would ask her all over the world to speak in their church. En mensen hebben haar over de hele wereld gevraagd om in haar kerk te spreken. And she was afraid of the pride. En zij was bang voor trots. So the first thing she would do when she went into any church was to clean the toilets. Dus het eerste wat zij deed als zij ergens een kerk binnenkwam om daar te spreken, was de toiletten schoonmaken. She wanted to constantly remind herself what it really means to be a servant of God. Ze wilde zichzelf er voortdurend aan herinneren wat het echt betekent om een dienstknecht van God te zijn. So when we talk about biblical headship, we're talking about being like Christ, not Caesar. Dus als we het hebben over het hoofd zijn van de man vanuit een Bijbels perspectief, dan hebben we het over zijn als Christus en niet zijn als de keizer. Now another truth for us men. Een andere waarheid die heel belangrijk is voor ons mannen. Biblical headship is redemptive. Het hoofd zijn van de man, dat is verlossend.
Salvation has several aspects. Het heil heeft diverse aspecten. Past, present and future. Verleden tijd, tegenwoordige tijd en toekomstige tijd. The man of God will lead his wife with the goal that she be firmly grounded in the following things. De man van God die leidt zijn vrouw op zo'n wijze dat zij sterk geworteld raakt in de volgende dingen. He will work and pray that she have a strong biblical assurance of her salvation. Hij zal werken en bidden dat zij een sterke verzekerdheid heeft van haar behoudenis. He will work that she grows in sanctification. Hij zal eraan werken dat zij kan groeien in levensheiliging. And he will work so that she rejoices in the hope of her future glorification. En hij zal eraan werken dat zij zich kan verheugen in de hoop van de toekomstige heerlijkheid. Now let's look for a moment at the foundation of Christ's claim as headship. Nou laten we eens kijken naar het fundament van de claim van de Heer Jezus Christus op het hoofd zijn. You mean of the church? His headship. Christ, yeah, headship of his the own church. Headship. Of the church. Yeah, yeah. Zijn eigen hoofdschap. Dus waar is het hoofdschap van Christus op gebaseerd? It was based on two things. Het was gebaseerd op twee dingen. God's ordination or God's decree. Gods raadsbesluit. And his own work of salvation. En het eigen heilswerk dat hij heeft volbracht. The Bible says in Ephesians 1:22. De Bijbel zegt in Efesius 1 vers 22 that God put everything in subjection to Christ. Dat God alles aan de voeten heeft gelegd van Jezus Christus. And that God made him head over all things to the church. En dat God hem heeft gesteld tot hoofd over alle dingen voor de gemeente. So by right of what God has decreed, Jesus Christ is head of the church. Dus om wat God in zijn raadsbesluit heeft besloten is Jezus Christus het hoofd van de gemeente. But also Jesus is head of the church because he is the savior of the church. Ja, maar Jezus is ook het hoofd van de gemeente omdat hij de heiland van de gemeente is. This is a principle throughout scripture. En dit is een Bijbels principe wat we in de hele schrift vinden. In the Decalogue God said this. In de 10 geboden heeft God dit gezegd. I am the Lord your God. Ik ben de Heer uw God. Who brought you out of the land of Egypt. Die u uit het diensthuis Egypte heeft weggeleid. Out of the house of slavery. Uit het diensthuis. You shall have no other gods before me. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. He said, I saved you. Hij zegt als eerste, ik heb jullie gered. Therefore you are mine. Daarom zijn jullie van mij. And I am your Lord. En ik ben jullie Heer. Now, let's look at the husband. Als we nou eens kijken naar de echtgenoot. He is head of the home also by God's ordination or decree. Hij is het hoofd van zijn gezin ook vanwege het raadsbesluit van de Heere God. Look at 1 Corinthians 11. Kijk maar naar 1 Corinthians 11. Verse 3. Vers 3. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is eens iegelijke mans en de man het hoofd der vrouw en God het hoofd van Christus. It's very clear. Dat is heel duidelijk. It's what God has decreed. Dat is wat God zo heeft besloten. Christ is the head of every man. Christus is het hoofd van iedere man. And the man is the head of a woman. En de man is het hoofd van de vrouw. How is a man the head of the woman? Hoe is een man het hoofd van de vrouw? In the same way that Christ is the head of the church. Op dezelfde wijze dat Christus het hoofd is van de gemeente. In love and self-sacrifice. In liefde en zelfopoffering. For her benefit. Voor haar voordeel. So God has decreed that the man be the head of the home. Dus God heeft bepaald dat de man het hoofd is van het huis, van het gezin. But this is also redemptive. Maar het is ook verlossend. The husband's leadership serves to advance the work of salvation in his wife. Het hoofd zijn van de man is daartoe dat ook het verlossingswerk van de Heere God voortgaat in zijn gezin.
Here are some of the things that the husband is working to promote in his wife. En dit zijn een aantal dingen die, waar de man aan moet werken dat die voortgang vinden bij zijn vrouw. Christ-likeness. Christus gelijkvormigheid. The fruit of the Spirit. De vrucht van de geest. Power over sin. Kracht om zonde te overwinnen. Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Now I have some questions for the husbands here. Dus ik heb een aantal vragen voor de echtgenoot hier aanwezig. As a result of your activity, your ministry in the life of your wife. Als vrucht op jouw bediening naar jouw vrouw toe. Is your wife more confident now in her calling and election? Is jouw vrouw op dit moment meer verzekerd van haar roeping en uitverkiezing? Is she more confident in her salvation? Heeft ze meer vertrouwen in haar behoudenis? Is she growing in her love for God and for others? Is er groei bij haar in liefde tot God en liefde tot haar naaste? Is she making greater progress in sanctification? Is er vooruitgang bij haar in de levensheiliging? Especially in a modest and respectful behavior. In het bijzonder in een gematigd en respectabel gedrag. 1 Peter 3:2. 1 Petrus 3 vers 2. Is she growing in a gentle and quiet spirit? Groeit ze in een zachtmoedige en vriendelijke geest? 1 Peter 3:4. 1 Petrus 3 vers 4. Is she growing in sensibility and purity? Groeit zij in gevoeligheid en reinheid? Titus 2:5. Titus 2 vers 5. Is she growing in modesty and discretion in her appearance? En groeit zij in eerbaarheid en deugdzaamheid in hoe ze overkomt. 1 Timothy 2:9. 1 Timotheus 2 vers 9. Another question. Een andere vraag. As a result of your relationship with your wife, als vrucht op jouw relatie met je vrouw, is she making greater progress in her own work and ministry? Gaat zij vooruit in haar eigen bediening en in haar eigen werk? Is she a better homemaker? Is ze een betere huisvrouw? Titus 2:5. Titus 2 vers 5. Has she greater capacity to teach what is good and to instruct other women to love their husbands and children? Is ze meer in staat om te onderwijzen wat goed is en om ook andere vrouwen te onderwijzen om hun man en kinderen lief te hebben? Titus 2 verses 3 and 4. Titus 2 vers 3 en 4. Does her adornment consist of outward fashion or of good works? Is de wijze waarop zij versierd is, is dat vooral in de uiterlijke dingen of is dat met goede werken? 1 Timothy 3:10. 1 Timotheus 3 vers 10. Is she looking more and more forward to the coming of Christ and her future glorification? Ziet ze steeds meer uit naar de komst van Christus en haar toekomstige verheerlijking? 1 Thessalonians 1:10. 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. And is she blossoming as a person in her own right? En bloeit zij op als persoon in wie zij zelf is? Is she growing before God? Groeit zij voor het aangezicht van God? You only have to look at a woman for a little while and listen to her for a little while to know what kind of husband she has. Je hoeft alleen maar een kleine tijd te kijken naar een vrouw en kort naar haar te luisteren om erachter te komen wat voor man zij heeft. If she is wilting like a leaf during the winter, you know she has a neglectful husband. Als ze aan het verwelken is, zoals een blad in de herfst aan het verwelken is, dan weet je dat ze een man heeft die zijn verantwoordelijkheden verzaakt. Or she has an oppressive husband. Of ze heeft een man die haar onderdrukt. But if she's flourishing, maar als ze opbloeit, like a fruitful vine, als een vruchtbare wijnstok, you can pretty much discover that she's got a biblical husband. Dan kan je heel duidelijk zien dat ze een goede echtgenoot heeft. Now I want to talk about biblical headship, how it highly regards the human dignity of the wife. Nou, ik wil ook praten over het hoofd zijn van de man, hoe dat een heel hoge
achting heeft voor de vrouwelijke waardigheid van zijn vrouw. This is extremely important. Dit is heel belangrijk. The woman was created as a suitable helper for the man. De vrouw werd geschapen als een passende hulp voor de man. I must realize that I cannot be what I was called to be without my wife. Ik moet beseffen dat ik niet kan zijn wie ik geroepen ben te zijn zonder mijn vrouw. She is absolutely necessary. Zij is absoluut noodzakelijk. When I was a little boy, my father and I built a very large barn. Toen ik een jongen was, hebben mijn vader en ik een grote schuur gebouwd. Now I was about 8 years old. Ik was toen 8 jaar oud. And my father and I built a barn. En mijn vader en ik hebben die schuur gebouwd. Now I was 8. Ik was 8. Did my father really need me? Had mijn vader mij echt nodig? He made me think that he needed me. Nou, hij deed mij denken dat ik nodig was. But he was just doing that for my sake. Maar dat deed hij alleen maar om mijnentwil. Some men treat their wives like they treat their little children. Sommige mannen behandelen hun vrouw zoals ze hun kleine kinderen behandelen. I don't really need you. Ik heb je eigenlijk niet echt nodig. But I let you have the privilege of being with me. Maar ik geef je het voorrecht om in mijn aanwezigheid te zijn. No, she's essential. Nee, dat is dwaas. Ze is van essentieel belang. You need her. Je hebt haar nodig. If you tear at her. Als je aan haar begint te trekken. It's like tearing at your own arm. Dan begin je aan je eigen arm te trekken. If you wound her, cripple her, you are wounding and crippling yourself. Als je haar verwondt of haar kreupel maakt, dan verwond je jezelf en maak je jezelf kreupel. The prosperity of my entire body depends upon the prosperity of my members. De gezondheid van mijn hele lichaam hangt af van de gezondheid van mijn ledematen. For this reason, no man tears at his own flesh. En dat is de reden waarom mensen niet hun eigen ledematen gaan kapotmaken. Your wife is essential. Je vrouw is van essentiële waarde. Indispensable. Onmisbaar. Now, a woman is a person in her own right. Een vrouw is een persoon die in haar eigen recht staat. She is not merely an extension of her husband. Ze is niet alleen maar een verlengstuk van haar man. She was not merely created to do his will. Ze werd niet voornamelijk geschapen om zijn wil te doen. She is not to be swallowed up by his personality. En het is niet de bedoeling dat zij opgeslokt wordt door zijn persoonlijkheid. She is not to be swallowed up by his vision for life. En het is niet de bedoeling dat zij als persoon opgeslokt wordt door zijn levensvisie. She is a unique individual before God. Maar ze is een unieke persoon voor het aangezicht van God. Now just look at a few things about your wife. Dus denk eens aan een aantal zaken betreffende je vrouw. She has been given the right to become a child of God. De Heer heeft haar het gezag, het recht gegeven om een kind van God te worden. John 1:12. Johannes 1 vers 12. She is a fellow heir of the grace of life. Ze is een mede-erfgenaam van de genade des levens. 1 Peter 3:7. 1 Petrus 3 vers 7. Now, her uniqueness, haar uniciteit, her individuality, haar individualiteit, her separate identity from her husband, haar afgescheiden identiteit, afgescheiden van haar echtgenoot, can be seen in this one major point. Kunnen we zien in dit volgende hoofdpunt. There are aspects of her life and relationship with Christ that will remain unknown to her husband throughout eternity. Er zijn aspecten van haar leven en van haar relatie met Christus die niet bekend zullen blijven, die voor haar echtgenoot onbekend zijn en blijven tot in eeuwigheid. She has a special relationship with Christ. Zij heeft een speciale relatie met Christus. You see, Christianity has one mediator. In het christendom is er maar één middelaar. Men have one mediator.
Er is maar één middelaar voor de mens. Women have one mediator. Vrouwen hebben maar één middelaar. Not two. Niet twee. It's not God, Christ, husband, wife. Het is niet God, Christus, echtgenoot, echtgenote. If you say it is, you're moving right back to Catholicism. Als je zegt dat het zo is, dan val je terug in het Rooms-Katholicisme. My wife is a person by herself before God. Mijn vrouw is een persoon die in zichzelf voor God staat. Let me share with you a verse that Brother Charles Leiter gave mention to me years ago. Ik wil een vers met jullie delen dat Brother Charles Leiter jaren geleden met mij deelde. Revelation 2:17. Openbaringen 2 vers 17. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, to him I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone and a new name written on the stone, which no one knows but he who receives it. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Your wife will receive a white stone from the very hand of Christ. Je vrouw zal een witte steen ontvangen uit de hand van Christus. Men, Christ will not give that stone to you so that you can then give it to the wife. Dus mannen, Christus zal die steen niet eerst aan jullie geven, opdat jullie het aan je vrouw kunnen geven. And there is a name written on that stone which you do not know. En er is een naam geschreven op die steen die jij zelf niet kent. What does this teach us? En wat leert ons dat? Your wife is her own person before God. Je vrouw is haar eigen persoon voor God. That's a beautiful truth. En dat is een prachtige gedachte en waarheid. That would destroy a lot of teaching on marriage today. En die waarheid die haalt een heleboel onderwijs over het huwelijk van vandaag onderuit. Another truth I want to point out is that your wife is a daughter of God. Een ander punt dat ik wil noemen is dat jouw vrouw een dochter van God is. For the wayward and neglectful husband, this should be terrifying. Voor de afdwalende en de voor een ontachtzamende echtgenoot moet dit je doen schrikken. 1 Peter 3:7 tells us that our prayers will be hindered if we do not care for our wives. 1 Petrus 3 vers 7 zegt dat onze gebeden belemmerd en verhinderd worden als we niet goed zorgen voor onze vrouw. If we mistreat our wives. Als we onze vrouw mishandelen. Let's go for a moment to one of the most terrifying verses in the entire Bible. Laten we eens gaan naar een van de meest schrikwekkende versen uit de hele schrift. Matthew 18, 5 through 7. Matthäus 18, vers 5 tot en met 7. Matthäus 18, vers 5. Mm-hmm. En zo, wie zodanig een kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar zo wie een van deze kleine die in mij geloven ergert. Het ware hem nutter dat een molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken ware in de diepte der zee. Wee de wereld vanwege de ergernissen, want het is noodzakelijk dat de ergernissen komen. Doch wee de mens door wie de ergernis komt. Indien dan uw hand of uw voet u ergert, hou ze af en werp ze van u. Het is u beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. Until 9 or 8? Until 7. Oh, sorry. Heavy millstone. Een zware molensteen. Literally means a millstone turned by a donkey. Dat betekent letterlijk een molensteen die rondgedraaid wordt door een ezel. A millstone is a large stone with another of equal size on top of it. Een molensteen is een hele grote steen met een andere steen die net zo groot is die daarbovenop ligt. And they are turned against one another. En die worden tegen elkaar ingedraaid. To grind grain.
om het graan te vermalen. This is a millstone so large it requires a donkey to move it around. En dit is een molensteen die zo groot is dat er een ezel voor nodig is om hem in beweging te krijgen. Imagine just a 20 kilo weight around your neck. Nou, stel je eens voor een gewicht van 20 kilo om je nek gebonden. And trying to swim. En dan proberen te zwemmen. Imagine it pulling you down until it drowns you. Nou, een 20 kilo dat trekt je zelfs naar beneden en doet je verdrinken. Now imagine a 400 kilo. Nou, stel je dan eens voor een molensteen van 400 kilogram om je nek gebonden. The Bible says it would be better for you to have a millstone around your neck. De Bijbel zegt dat het beter voor je zou zijn dat er een molensteen om je nek gebonden zou worden. And to be drowned in the depths of the sea. En dat je verzonken wordt in de diepte der zee. Than to cause a child of God to stumble. Dan dat je een kind van God doet struikelen. Now. This can mean neglecting your wife. Dit kan inhouden dat je geen aandacht hebt voor je vrouw. Mistreating your wife. Dat je je vrouw mishandelt. Or leading your wife into ungodliness. Of dat je je vrouw leidt op de weg van de goddeloosheid. I heard an illustration on the Amazon River one time by a preacher who lived there. Ik hoorde eens een illustratie naar aanleiding van de Amazone rivier door een prediker die daar vlakbij woonde. He said that a man outside of the will of God. Hij zei een man buiten de wil van God. Was like a drunken man driving a boat. Is gelijk aan een man die dronken is en in een boot zit. Down the Amazon River. Op de Amazone rivier. A boat full of dynamite. Een boot vol met dynamiet. With his wife and children sitting in the back. En zijn vrouw en kinderen zitten ook achter in de boot. You see, when you were single, if you destroyed yourself, you just destroyed yourself. Kijk, als alleenstaande is het zo dat als je je eigen leven kapot maakt, dan maak je alleen je eigen leven kapot. But now you have the horrifying possibility of destroying a wife and children along with you. Maar nu is er de verschrikkelijke mogelijkheid dat je ook nog je vrouw en kinderen met je meeneemt in de ondergang. That is why it is necessary to be a biblical man. Dat is waarom het zo noodzakelijk is dat je een man bent die volgens de Bijbel leeft. And this is where we're going to end this morning. En hier sluiten we deze ochtend mee af. Do you remember in Luke chapter 7 verse 8? Weet je nog Lucas 7 vers 8? A powerful centurion soldier said this to Jesus. Een hele belangrijke centurion zei dit tegen Jezus. He said, I also am a man placed under authority. Hij zegt, ik ben zelf ook iemand die onder gezag leeft. With soldiers under me. En aan de andere kant heb ik ook soldaten onder mij. Are you happy about being in authority? Nou, ben je er blij mee dat jouw gezag is gegeven? Do you think that grants you unlimited freedom to do whatever you want? Denk je dat je de onbeperkte vrijheid geeft om te doen wat je zelf wilt? It does not. Dat is niet waar. As a husband, you only have authority to do what your authority tells you to do. Als een echtgenoot heb je alleen maar het gezag om te doen wat het gezag boven jou zegt dat je moet en mag doen. Yes, you have authority in the family. Ja, je hebt gezag in het gezin. But it's according to the word of God. Maar dat is gezag overeenkomstig het woord van God. According to what God has said. Overeenkomstig wat God heeft gezegd. All authorities that are appointed authorities by God. Alle gezag is gezag door God aangesteld. Are required to be saturated with the word of God. Nee, sorry, alle gezag dat door God is aangesteld moet doordrenkt zijn. Saturated with the word of God. Met het woord van God. When Joshua was to lead the people into the promised land. Toen Joshua het volk leidde het beloofde land in. At the beginning of the very beginning of the book, what do we find? Helemaal aan het begin van het boek, wat vinden we daar? His authority is to be guided by the word of God. He's to meditate on it day and night. Dat het gezag wat hij heeft in die taak. Dat geleid moet worden door het woord van God. Hij moet zich verdiepen in dat woord van God dag en nacht. In Deuteronomy 17. In Deuteronomium 17.
The scripture looks to the time when Israel would have a king. Dan ziet de Bijbel vooruit naar de tijd dat Israël een koning zal gaan hebben. That king would have to write all the words of the law in a book. En die koning wordt geacht om alle wetten van de Heere in een boek neer te schrijven. And he would have to read it every day. En hij behoort daar elke dag in te lezen. So that he did not turn aside to the left or the right. Zodat hij niet af zou dwalen naar links of naar rechts. You see, he didn't rule according to his own passions or desires. Zie, hij heerste en regeerde niet overeenkomstig zijn eigen hartsverlangens en begeerten. But according to the will of God. Maar hij heerste overeenkomstig de wil van God. In the United States we have something called common law. In de Verenigde Staten hebben we zoiets als wat wij noemen de algemene wet. It means no one is above the law. Dat betekent dat niemand boven de wet staat. No one. Niemand. The president is not above the law. De president van de Verenigde Staten staat er niet boven. No one. Helemaal niemand. That principle comes from scripture. Dat is een principe dat uit de Bijbel komt. The king is not above the law. De koning staat niet boven de wet. In the pagan countries, the king is the law. In heidense landen is de koning zelf de wet. But in Israel, the king had only authority to do what the law said. Maar in Israël was het zo dat de koning alleen maar het gezag had om te doen wat de wet zei. Many men say, in the name of Scripture, I am head of my home. Heel veel mannen zeggen, uit hoofden van de schrift, op gezag van de schrift, ben ik het hoofd van mijn gezin. But they do not rule according to scripture. Maar ze heersen niet overeenkomstig de schriften. Or with the same purposes that scripture has. Of met dezelfde doelen die de schriften ons voorhoudt. That should be terrifying to you. Nou, dat moet verschrikkelijk op ons overkomen. Now remember what I said. Dus herinner je wat ik zei? Most men who claim to be Christian have totally neglected being head of their home. Nou, de meeste mannen die zeggen dat ze christen zijn, hebben eigenlijk het hoofd zijn van hun gezin totaal veronachtzaamd. They will have to give an account before God. Daar zullen ze verantwoording over moeten afleggen voor God. Other men have really taken this seriously. Nou, andere mannen hebben dit wel ernstig genomen. But they are not filled with the Holy Spirit. Maar ze zijn niet vervuld met de Heilige Geest. And they are not saturated, meditating, reading, studying the Word of God. En ze zijn niet doordrenkt van het Woord van God, omdat ze daarin studeren en daarop mediteren. And they either use their headship for their own purposes. En ze gebruiken het hoofd zijn voor hun eigen doeleinden. Or with their headship they lead their family into foolish and dangerous things. Of met het gezag dat zij hebben leiden ze hun gezin in dwaze of zelfs gevaarlijke dingen. They will have to give an account. Daar zullen zij verantwoording over moeten afleggen. Before God. Voor God. We find out even in 2 Timothy 2:15 that we are to be diligent to present ourselves approved to God, ja. A workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. We vinden in Timotheus dat de dienstknecht des Heren moet ijveren om zichzelf beproefd te vinden voor het aangezicht van God en recht te voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Imagine this scenario for just a moment. Nou, stel je eens dit scenario voor. You're sitting down with your wife. Je gaat zitten met je vrouw. And you say, I'm the head of this home. En je zegt, ik ben het hoofd van dit gezin. We're going to do what I say. Dus we gaan doen wat ik nu zeg. You need to submit. En jij moet je aan mij onderwerpen. Then all of a sudden the door of your house opens up. En plotseling gaat de deur open. Jesus walks in. En Jezus wandelt naar binnen. And sits down at the table. En die gaat ook, die schuift aan de tafel. And he says to you, open up your Bible. En hij zegt tegen jou als man, sla je Bijbel eens open. Explain to me what it means to have authority. Leg me alsjeblieft eens uit wat het betekent om gezag te dragen. And you're ashamed. En je schaamt je. Because you can't even find the place in the Bible. Want je kunt geen enkele plaats in de Bijbel vinden daarover. Open up your Bible and tell me what I told you about loving your wife. Sla je Bijbel eens open en vertel me eens wat ik je daarin geleerd heb over het liefhebben van je vrouw. You're further ashamed.
En je raakt nog wat meer beschaamd. You don't know. Je weet het niet. Tell me what I told you about your children. Kan je me zeggen wat ik je heb onderwezen aangaande je kinderen? See, you will be ashamed. Dan zul je je schamen. Now, wife, listen nou, to me. Echtgenotes, luister naar mij. If you're a biblical woman, als jij een vrouw bent die volgens de Bijbel leeft, and you're sitting there at the table with them, en je zit daar aan tafel met hen samen, and every time Jesus says something, en elke keer als Jezus iets zegt, and he becomes more ashamed, your husband, en je man schaamt zich meer en meer, you should not grow. Is het niet de bedoeling dat jij je groter gaat voelen? You should not think to yourself, oh good. En dan is het niet de bedoeling dat je dan denkt, ah, eindelijk gerechtigheid. Jesus is really getting him. Jezus die neemt hem nu echt te pakken. Jesus is showing him. Jezus laat het hem nu zien. It's about time. En het werd tijd. You need to pity him. Je moet medelijden met hem hebben. You need to be afraid for your husband. En je moet vrezen voor je man. Do you realize what's going to happen to your husband one day? Want weet je wat er ooit zal gebeuren met je man op een dag? He is going to stand before God. Hij zal staan voor God. And he is going to give an account for everything he did in your family. En hij zal verantwoording moeten afleggen over alles wat hij heeft gedaan in jullie gezin. Do you know what a responsibility that is? En besef je welke verantwoordelijkheid dat is? When everything goes bad in the business, als alles misgaat met de zaak, it's the leader who has to give an account. Dan is het de directeur die daar verantwoording over moet afleggen. And that's what's going to happen. En dat is wat er zal gaan gebeuren. You need to pray for your husband. En dus moet je bidden voor je man. You need to have pity on your husband. En moet je met hem meelijden. You need to realize the terrible position he is in. Je moet je ervan bewust zijn in welk een enorme positie hij is en welke een enorme verantwoordelijkheid hij draagt. As the leader of the home. Als hoofd van het gezin. Now we're going to talk, when I come back, we're going to talk about love. Nou, wanneer ik weer verder ga, dan zullen we het hebben over liefde. We're going to look at how it is self-giving. En we zullen zien hoe dat zichzelf geeft. Sanctifying. Hoe dat heiligt. How it is nourishing. Hoe dat voedt. Cherishing. Koestert. Free from bitterness. Vrij is van bitterheid. Full of understanding. Vol van begrip. And honoring. En erend, eerbaar. Gives honor to the. De ander erend, erende. Now wives, you want your husband to hear this. Nou, zusters, jullie willen graag dat je man dit hoort. This will be good. Want het zal goed zijn. And the husbands are probably saying, but you're telling us all about what we should do. What about our nou, wives? De mannen die zitten hier waarschijnlijk en die zeggen, je bent de hele tijd aan het praten over wat wij moeten doen. Waar blijven onze vrouwen dan? Well, I'll tell you what, here's what we'll do. Nou, ik zal je zeggen wat we zullen doen. You do all this stuff for the next year and then I'll come back and tell your wife what to do. Het komende jaar gaan jullie als mannen gewoon al deze dingen doen die ik nu onderwijs. En volgend jaar komen we terug en dan zullen we het over de vrouwen hebben. Let's pray. Laten we bidden. Father, I pray that you would use your word to help your people. To help them, to advance them. In Jesus' name, amen. We'll begin by just answering a few questions. And I'll have to do that briefly because I want to get on with our study. We zullen beginnen met een aantal vragen opnieuw te bespreken en dat zal ik wel kort doen omdat we graag verder willen met onze studie. De eerste vraag is, wat moet je als vrouw doen als je man niet uit zichzelf huishoudelijke taken of de zorg voor de kinderen op zich neemt? What should you do as a wife when your husband does not out of himself do things in the house and takes care of the children. Does things in the house and takes care of the children. When he is in bed and he is covered with the blanket. Als hij in bed ligt onder de dekens. Get a needle and thread and sew him into the blanket. Dan moet je naald en draad nemen en hem dicht binden in het laken. And then beat him with a very large stick. En hem beginnen te slaan met een lange stok. Now I'm just kidding. No.
Nou, dit is een grapje. Well, each situation is very different. I don't know exactly how your home is. Nou, elke situatie is anders. Ik weet niet precies hoe jullie gezin eruit ziet. If a man works full time and his wife stays at home, als een man voltijds werkt en zijn vrouw blijft thuis, she should carry the responsibilities at home. Dan moet zij de verantwoordelijkheden thuis dragen. When he comes home, wanneer hij thuis komt, he shouldn't have to do a lot around the house. Dan is het niet de bedoeling dat hij heel veel moet doen thuis. His responsibilities are primarily relational. Zijn verantwoordelijkheden liggen voornamelijk op het vlak van de relaties. And that is spending time with you and spending time with his children. Dat wil zeggen tijd besteden met jou als vrouw en met de kinderen. And teaching. En onderwijzen. Now, if both the man and the woman work because they have to. Als het zo is dat zowel man als vrouw werken omdat dat nodig is. Not because they want to drive a nicer car, but because they have to. Niet omdat ze een mooiere auto willen rijden, maar omdat het echt nodig is. Then if they assume, if they share responsibilities outside the house, they must share responsibilities inside the house. Als ze allebei verantwoordelijkheid dragen buitenshuis, dan moeten ze ook allebei verantwoordelijkheid dragen binnenshuis. I know several cases where the man and woman work, they both have jobs. Ik ken sommige situaties waar zowel man als vrouw een baan hebben. And then when they come home, the woman's supposed to do everything. En dan wanneer ze allebei thuiskomen, de vrouw alles moet doen. We all realize that's terribly wrong. Nou, dat zien we natuurlijk al in dat dat fout is. Now here's something I want you to think about. Nou, over dit wil ik graag dat je nadenkt. These types of things happen all the time. Nou, dit soort dingen gebeuren de hele tijd. The husband's not involved as he ought to be. De man is niet betrokken zoals hij betrokken zou moeten zijn. But most pastors never get involved in this. Maar de meeste predikanten die bemoeien zich daar niet mee. They never teach on this. Ze onderwijzen daar niet over. Now, in our fellowship at Heartcry. Nou, de gemeenschap die wij vormen bij onze Heartcry missionary organisatie. We hold each other accountable. Daar roepen we elkaar tot verantwoording. We talk to each other. We praten met elkaar. Are you spending time with your wife? Besteed je tijd met je vrouw? Why not? Waarom niet? What's the problem? Wat is het probleem? Are you being a father to your children? Ben je een vader voor je kinderen? Tell me about it. Kun je me er iets over zeggen? You see, we hold each other accountable. Dus we leggen verantwoording aan elkaar af. Now, if I get time before the week's up, I'm going to teach on how the wife can be an instrument of change in her husband's life. Nou, als de tijd het ons deze week toestaat, dan wil ik ook nog proberen een aantal dingen te onderwijzen over hoe de vrouw een instrument kan zijn tot verandering van haar man. If the husband mentioned here is a Christian, als de man die hier in deze vraag wordt genoemd een christen is, he probably has never been taught on what it means to be a biblical man. Dan kan het goed zijn dat hij nooit onderwezen is aangaande de betekenis van op een Bijbelse wijze echtgenoot en vader zijn. Or maybe there are other problems. Of misschien spelen er andere problemen. Each situation is different. Nogmaals, elke situatie is weer anders. But it can be resolved. Maar het kan wel worden opgelost. When the pastors are teaching on marriage. Wanneer predikanten het hebben over het huwelijk. When they're living as an example. En als ze zelf een rolmodel zijn. And when the Bible is truly being followed. En wanneer men serieus de Bijbelse weg wil gaan. We'll hopefully talk about this in a day or two. Misschien dat we hopen er over twee dagen nog over te praten. Ja? Mm-hmm. Thuis waren wij met 9 kinderen. Mijn vader was vrachtwagenchauffeur. Van 's morgens 4-5 uur tot 's avonds 10 of 11 uur. Alleen op zaterdag en zondag was hij thuis en beschikbaar voor de kinderen. Dit vele werken was noodzakelijk om de kinderschade te voeden, te laten leren. We moesten er zelf nog van alles bij doen om rond te komen. Hoe kon deze man het hoofd zijn van zijn gezin op Bijbelse wijze? Was dit Bijbels gezien verkeerd om zo vaak zoveel weg te zijn? At home we were with 9 children.
My father was a truck driver from 4, 5 in the morning until 10, 11 at night. He was away. Only on Saturdays and Sundays he was at home and available for the children. He had to work so much because the children had to be fed and the educated. And we had to do all kinds of other things in order to have enough money. How could this man be the head of his family in a biblical way? Was this, from the perspective of the Bible, wrong to be away so much, so often? The answer is yes and no. Het antwoord is ja en nee. It appears your father was in a situation where he had to work to keep the family fed. Het lijkt erop dat je vader zich in een situatie bevond waarin hij heel veel moest werken om voor het gezin te kunnen zorgen. There are times that unusual circumstances require unusual actions. Er zijn tijden waarop buitengewone omstandigheden buitengewone acties eisen. It's possible that your father was a godly man and he did what he could. Het is heel goed mogelijk dat je vader een godvruchtig man was en dat hij deed wat hij kon. But here are some questions that are very important. Maar de volgende vragen spelen dan een rol. When your father was a young man, toen je vader zelf een jonge man was he instructed with the wisdom of scripture? Werd hij onderwezen met de wijsheid van de schrift? By his elders and by his father. Door zijn ouderlingen en door zijn vader. Now I want you to think about this for a moment. Let's say that I am your grandfather. Nou, stel je eens voor dat ik je grootvader zou zijn. The father of this father here. De vader van deze vader. If I had been biblical. Als ik bijbels zou zijn geweest. I would have taught him from his youth. Dan had ik hem van jeugd af aan onderwezen. And I would have said things like this. En dan had ik dingen tegen hem gezegd als deze. Son, you are very young. Zoon, je bent heel jong. One day you will have to go to work. Maar er zal een dag komen dat je zult moeten gaan werken. And one day you will have a family. En er zal een dag komen dat je een gezin zult hebben. You need to begin to think now about that. Je moet daar nu al over beginnen na te denken. Son, if you get a job as a truck driver. Mijn zoon, als je later bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur wordt. You are going to spend most of your time away from your wife and your children. Dan zul je de meeste van je tijd weg zijn van vrouw en kinderen. And you're not going to be able to invest your life in them. En dan zal je niet in staat zijn om je leven in hen te investeren. Let's look at other professions. Laten we eens kijken naar andere beroepen. I will do whatever I have to help you. En ik wil alles doen wat er nodig is om je te helpen. You see, we are not each generation has been adversely or wrongly affected by a lack of teaching. Weet je, elke generatie is op een verkeerde wijze beïnvloed geraakt door gebrek aan onderwijs. A lack of parenting. En een gebrek aan ouderschap. A lack of instruction. Een gebrek aan onderricht. In the United States we have a saying, live and learn. In de Verenigde Staten is er een gezegde, leef en leer. That is directly the opposite of what God says. Maar dat is precies het tegenovergestelde van wat de Heere God zegt. God says, learn and live. De Heere God zegt, leer en leef. A young person says, well, I've got to go out and experience everything for myself. Een jong iemand die trekt erop uit en die zegt, ik wil alle dingen in het leven ondervinden. I can't listen to the advice of my parents, I need to learn it for myself. Ik heb niet zoveel aan wat mijn ouders zeggen, ik moet de dingen zelf ervaren. That's absolutely absurd. Maar dat is absurd. Let's say I have a 357 Magnum handgun. Stel je voor dat ik een 357 Magnum pistool heb. One of the most powerful handguns in the world. Een van de meest krachtige pistolen ter wereld. And I tell my son, this pistol will blow your head completely off your shoulders. En ik zeg tegen mijn zoon, dit pistool zal jouw hoofd volledig van je schouders af doen gaan knallen. And he picks it up. En hij pakt dat pistool op. And he says, Dad, thanks for that advice. En hij zegt,
papa, bedankt voor dit advies. But I'm a person in my own right. I'm an individual. Maar ik ben een persoon die in zijn eigen recht staat. Ik ben mijn eigen individu. And I need to learn things for myself. En ik moet dingen toch echt zelf ondervinden. So I need to see if what you're telling me is true. Dus ik moet er wel even achter komen of wat u daar zegt wel waar is. He's only got one chance to do that. Nou, daar heeft hij maar één gelegenheid voor om daar achter te komen. Generation after generation of people have been hurt because of a lack of knowledge. Nou, generatie na generatie van mensen hebben ontzettend veel schade opgelopen vanwege gebrek aan kennis. Don't you see in the Old Testament he talks about that the sins of one generation has a great effect on this on another generation. In het Oude Testament komen we ook op meerdere plaatsen tegen dat de zonden van de ene generatie invloed hebben op de zonden van de volgende generatie. In the first verses of Deuteronomy 6, the fathers are taught and they are commanded to teach their children the wisdom of God. In de eerste verse van Deuteronomium 6 worden de vaders geboden om hun kinderen te onderwijzen in de wijsheid van de Heere God. In de geboden van God. Most fathers, even Christian fathers, never instruct their children in the Bible or morality. De meeste vaders, en zelfs de meeste christelijke vaders, onderwijzen hun kinderen nooit over de Bijbel en over goed en kwaad, moraliteit. The only time they talk about these things is when the child has already disobeyed. Heel vaak is het zo dat ze alleen maar over die dingen praten wanneer het kind reeds ongehoorzaam is geworden. Our children are raised by the kindergarten. Onze kinderen worden opgevoed op de peuterspeelzaal. By the grade school. Op de basisschool. High school. De middelbare school. And university. En op de universiteit. But not by us. Maar niet door ouders, niet door ons. And therefore their minds 8 hours a day are filled with the very things we do not believe in. En dan daarom is het zo dat hun denken 8 uur per dag wordt vervuld met dingen waar wij zelf niet in geloven. Let's go to the next question. Ja. U zei in uw lezing dat u soms mag gaan schieten in plaats van de zorg van de kinderen op u te nemen. Pijl en bogen, schieten is zijn hobby. Is het niet zo dat een vrouw meer geschikt is voor de zorgende taken, eten geven, wassen, poetsen, dat zij het makkelijker doet? Een man doet er toch in ieder geval een half uur langer over. Minstens een half uur langer over. You said in your teaching that sometimes you go shooting arrows instead of taking care of the children. All right, stop there. That's not what I said. Oh, dat heb ik niet gezegd. Sometimes everyone needs free time. Van tijd tot tijd heeft iedereen vrije tijd nodig. You're not neglecting your children because you rest every once in a while. Nou, dat je af en toe even een pauze neemt, betekent niet dat je je kinderen verwaarloost. I encourage my wife to take free time. Ik moedig mijn vrouw aan om ook vrije tijd te nemen. To do things she wants to do. Dat zij dingen kan doen die ze graag wil doen. If a wife doesn't get out of the house sooner or later, she's going to go crazy. Als een vrouw helemaal niet iets buitenshuis kan doen, dan wordt ze vroeg of laat een beetje minder bij haar verstand. I encourage her to go out and take a coffee with her friends or go out to eat with her friends. Ik moedig haar aan om af en toe gewoon met een vriendin een kopje koffie ergens te gaan drinken. Or to do something like that. Of iets dergelijks te doen. Or sometimes it is very necessary for the husband and the wife to go out and to leave the children with a responsible adult that they trust. En soms is het ook heel erg noodzakelijk dat vader en moeder samen even met z'n tweeën weggaan en de kinderen overlaten aan een verantwoordelijke oppas. Children can cause great problems in a marriage. Want kinderen kunnen ook een grote druk leggen op een huwelijk. Your home should not be child-centered. Je thuis moet niet hoofdzakelijk kindgericht zijn. It's not all about the children. Het moet niet allemaal om de kinderen draaien. It's all about the Lord. Het moet om de Heer draaien. And it's all about the husband.
En het moet om de vader gaan. And it's all about the wife. De man en de vrouw. And it's all about the children. En het gaat allemaal om de kinderen. Now, when I go out and do these things, many times, most of the time, my children do the same thing. Nou, wanneer ik erop uittrek om iets dergelijks te doen, meestal is het dan zo dat mijn kinderen er ook op uittrekken. They all have their bows. Ze gaan met mij mee met hun pijl en boog. And they love to shoot. En ze vinden het heerlijk om te schieten. My wife has just asked me to buy her a new bow. Mijn vrouw heeft mij pas gevraagd om een nieuwe boog voor haar te kopen. So it's things that we do together. Dus het is ook iets wat we samen doen. And that's something that is really special. En het is gewoon heel speciaal. Try to cultivate things that you can do with your entire family. Dus probeer ook in jouw gezin tradities in te stellen die hierop lijken. Okay, next question. Still the same question. Okay. Ja, daar gaan we. Dit is ook de laatste vraag. Dus, so after the idea of shooting and doing nice things, then the thought: is it not so that a woman is more fit for house wifely duties, taking care of things in the house? Like preparing the meals, washing, cleaning the house, that it is easier for her to do those things because a man takes at least half an hour longer to do things like that. That's pretty sneaky. Dat is een listige vraag. My wife says two things about her husband. Mijn vrouw zegt twee dingen over haar echtgenoot. I have selective hearing. Ik heb een selectief gehoor. I hear only what I want to hear. Ik hoor alleen maar wat ik wil horen. And she says I act like I'm useless around the kitchen so that she will tell me to get out and do it herself. En ze zegt tegen mij dat ik net doe alsof ik volkomen onnuttig ben in de keuken, zodat ze al heel snel tegen mij zegt: nou, ga jij maar weer de huiskamer in. She says you know how to build a house, but you can't wash dishes. Ze zegt tegen mij: je weet wel hoe je een huis moet bouwen, maar je kan de afwas nog niet eens doen. Sometimes I'm washing dishes. Soms dan doe ik de afwas. And she comes in. En dan komt ze binnen. And she looks at me like this. En dan kijkt ze me aan. She goes, you're pitiful. En dan zegt ze: je bent toch echt in een erbarmelijke toestand. Pitiful. Ik heb medelijden met je. But pretty soon your wife's going to figure out this is all just a big trick on your part. Maar het zal niet lang duren voordat je vrouw erachter komt dat je eigenlijk een beetje toneel speelt. Now, again, let me say this. Nou, laten we dit zeggen. My wife has chosen to be a stay-at-home mom, a stay-at-home ja, mother. Mijn vrouw heeft ervoor gekozen om een vrouw te zijn die vooral thuis is. She's not involved in the ministry a lot. Ze is niet intensief betrokken bij ons werk. She says she has two ministries. Ze zegt dat zij zelf twee bedieningen heeft. Her husband and her children. Haar man en haar kinderen. And she dedicates herself to that. En ze wijst zichzelf daaraan toe. She manages our home. Zij is de manager van ons huis. So that, like the man in Proverbs 31, I do not have a care. En zoals er staat geschreven over de man in Spreuken 31, ik maak mij geen zorgen om dingen. She manages the house. Zij zorgt dat het gezin draait. It's clean and orderly. Het is schoon en op orde. She manages the finances. Zij zorgt voor de financiën. She spends money on the groceries, pays the bills. Zij geeft geld uit aan huishoudboodschappen en ze betaalt rekeningen. We have both made major decisions on how the finances are to be spent. Nou, gezamenlijk hebben we natuurlijk grote beslissingen genomen ten aanzien van hoe we ons geld besteden. But she manages that like a steward.
Maar zij is als een rentmeester die dat managed. According to what we've decided together. Overeenkomstig wat we samen hebben besloten. She manages the education of my children. En zij draagt ook zorg voor het onderwijzen van onze kinderen. She spends hours a day teaching them so that they do not have to go to public school. Ze besteedt thuis vele uren aan het onderwijzen van de kinderen. En onze kinderen gaan niet naar een basisschool. Dat is in Amerika, just a moment, in Amerika is dat, komt dat veel voor, dat kinderen thuis door de ouders zelf onderwezen worden. I'm out of the house for 8 to 10 hours a day. Ik ben 8 tot 10 uur per dag weg van huis. When I come home, wanneer ik thuis kom, I do not have to manage the house, clean it up, or anything else. She's done that. Dan hoef ik niet heel veel management van het huishouden op mij te nemen en te gaan schoonmaken, want dat heeft zij gewoon gedaan. But you know, every house needs maintenance. Maar weet je, elk huis heeft onderhoud nodig. There are pipes that leak. Er zijn lekkende regenpijpen. There's grass to mow. Er is gras dat gemaaid moet worden. There's wild animals to chase out of the yard so that they don't eat our daughter. Er zijn wilde dieren in de achtertuin die weggejaagd moeten worden zodat ze onze dochter niet opeten. There's all kinds of things to do. Er zijn allerlei dingen die gedaan moeten worden. But what my wife wants most. En wat mijn vrouw het liefste wil. Is for me to be there and have a relationship with her. Is dat ik daar aanwezig ben en een relatie met haar heb. And to have a relationship with our children and to instruct them. En dat ik een relatie heb met onze kinderen en dat ik hen onderwijs. Now, it would be different if my wife was working. Nou, het zou een hele andere situatie zijn als mijn vrouw ook buitenshuis zou werken. If we both worked outside of the house, als we beide een baan hadden, we would both clean the house and cook and everything dan else. Zouden we ook allebei thuis in het schoon maken en het koken betrokken zijn. Before we had children, my wife was in the ministry with me. Voordat wij kinderen hadden, deed mijn vrouw veel met mij in ons werk. So if we were all day in the park witnessing to people. Dus als we soms een hele dag in een park waren om te getuigen voor tot mensen. The house was just as much my responsibility as it was hers. Dan was het huishouden net zo goed mijn verantwoordelijkheid als de hare. All right. Is that that's all the questions? Yes. All right. Goed. Ik zal de eerste vraag voorlezen. Kun je als vader van jonge kinderen een taak hebben in de kerk, ouderling, diaken, waardoor je 2 à 3 avonden in de week weg bent? Can you be, as a father of young children, an elder or deacon in the church, with the result that you are away from the home 2 or 3 evenings a week? Wow. Well, I'm supposing you also have a full-time job. Dan ga ik ervan uit dat je ook een voltijdsbaan hebt. And so you're away from the house 2 or 3 times a week. Also on top of the full-time job. En dat je dus 2 of 3 avonden in de week weg bent bovenop de voltijdsbaan. Now obviously I cannot give you a yes or no answer because I don't know your life. Ik kan je daar niet een ja of nee antwoord op geven omdat ik je leven niet ken. But there are some things that you ought to consider. Maar een paar dingen moet je in ogenschouw nemen. Romans 12:2, the will of God is perfect. Romeinen 12 vers 2, de wil van God is volmaakt. His will for your ministry in the church is not going to contradict his commands with regard to your family. Zijn wil voor jouw bediening in de kerk zal nooit tegen zijn wil aangaande jouw verantwoordelijkheden in het gezin ingaan. If you are honestly wearing yourself out physically, mentally and spiritually. Als je eerlijk jezelf uitput lichamelijk, emotioneel en geestelijk. Then you're going to have to restructure your life. Als je dus uitgeput erdoor raakt, dan moet je je leven herordenen. And you're going to have to cut some things out. En dan moet je een paar dingen gaan schrappen. Now your priority is this. First of all, your fellowship with God. Je prioriteiten moeten als volgt worden gerangschikt. In de eerste plaats je eigen gemeenschap met God. I don't mean ministry, I mean your communion with God. Ik bedoel niet je bediening, maar ik bedoel je omgang met de Heere God. Second, your wife and family. In de tweede plaats je vrouw en je gezin. And then from there your responsibility in the church.
En van daaruit je verantwoordelijkheid in de kerk. You say, now hold it, church is more important. Nou zeg je misschien, ja wacht even, maar de kerk is toch belangrijker? You know, I don't even have to argue that. Nou, daar hoef ik niet over in discussie met je te gaan. Because even if it is, want zelfs als dat zo zou zijn, you must realize that according to the Bible, if you do not take care of your family, you cannot lead in the church. Dan moet je je beseffen dat overeenkomstig de schrift, als je niet op een goede wijze leiding geeft aan je gezin, dan kan je helemaal geen leiding geven aan de gemeente. Both the elder and the deacon must manage their household well. Want zowel de ouderling als de diaken moeten een goede bestierder zijn van hun eigen gezin. But let me just hit a darker issue. Nou, laat me een wat meer duistere kwestie aanroeren. This is a perfect example of how the way we do church wrong. Dit is een heel goed voorbeeld van hoe wij op een verkeerde manier kerkje spelen. We have begun to, church has become so complicated. Het is gecompliceerd geraakt in de kerk. So program oriented. De kerk is zo programma gericht geraakt. That the ministers of the church are busy doing things they're not supposed to be doing. Met als gevolg dat de dienaren van de kerk bezig zijn allerlei dingen te doen die ze eigenlijk niet zouden moeten doen. And that's one of the problems that elders have. En dat is een van de problemen die ouderlingen hebben. So let me give you an example. Nou, bijvoorbeeld. All over the world, how many millions and millions of dollars are spent on Sunday school? Nou, over de hele wereld, hoeveel miljoenen dollars worden er niet besteed aan zondagsschoolwerk? It's unbelievable. Dat is ongelooflijk. Sunday school. Zondagsschool. How many hours are spent, countless thousands of hours training Sunday school teachers? En hoeveel uren worden er niet besteed? Ontelbaar veel uren worden er besteed aan het trainen van zondagsschoolleiders. And the same with youth ministry. En dat geldt ook voor jeugdbedieningen. Yet do you realize there's no place in scripture where Sunday school or youth ministry is actually put forth. En toch is het zo dat we nergens in de Bijbel zondagsschool of jeugdwerk tegenkomen. Yet the Bible does command fathers to teach their children. Maar de Bijbel zegt wel dat vaders hun kinderen moeten onderwijzen. And so we spend millions of dollars and millions of man hours doing something that God never really told us to. Dus we besteden miljoenen dollars en miljoenen manuren aan iets wat de Heere God ons niet geboden heeft te doen. But spend almost no time and no money training the fathers in the church to teach their own children. Maar we besteden bijna geen tijd en geen geld aan het trainen van de vaders om in hun gezin te doen wat ze moeten doen, hun kinderen te onderwijzen. I'm not saying that Sunday school or youth things are all wrong. Ik zeg niet dat zondagsschool of jeugdwerk allemaal fout is. But just look at what we're doing. Maar probeer eens te kijken naar hoe we bezig zijn. The church is doing a lot of things that's supposed to be done by the family. De kerk doet heel veel dingen die eigenlijk in het gezin zouden moeten plaatsvinden. But it's been relegated to the church. Maar dat wordt teruggegeven aan de kerk. And so the elders are so busy doing that, they don't have time for their families either. Dus en het gevolg is dat de ouderlingen zo druk zijn met al die dingen dat ze zelf ook geen tijd meer overhouden voor hun gezin. And they don't have time to do what elders are really supposed to be doing. En ze hebben ook geen tijd om te doen wat ouderlingen werkelijk zouden moeten doen. Studying the word. Het woord bestuderen. Ministering the word. Het woord bedienen. Living in prayer. Leven in gebed. Because they're doing all kinds of program activities. Omdat ze allerlei bezig zijn met allerlei programmataken. And leadership meetings. En leiderschapsbijeenkomsten. It's a great problem. Dat is een groot probleem. But you have to sit down. You have to get your priorities straight according to the Bible, and you're going to have to cut some things out. Maar je moet gewoon gaan zitten. Je moet je prioriteiten goed rangschikken overeenkomstig wat de Bijbel zegt. En dan zul je bepaalde dingen moeten schrappen. Start at the bottom of your priorities and move up. Je moet beginnen bij je eerste verantwoordelijkheden en dan moet je verder denken. Okay. Ja. Dit zijn twee vragen die op hetzelfde neerkomen. Zijn er Bijbelse lijnen te trekken met betrekking tot de kinderzegen? Kindertal, vraagteken, Bijbelse argumenten om geen kinderen meer te wensen? Vraagteken, Gods voorzienigheid tegenover onze verantwoording? En dan een vraag die daarbij aansluit. Hoe denkt u op grond van de Bijbel over gezinsplanning? U geeft aan dat God jullie na acht jaar zegende met een kind. Was dit bewust gepland? Hoe ziet u Psalm 27? De vrucht uws buiks is een beloning.
mogen wij daar zelf in sturen. When it comes to family planning. Okay. Wow. You've grown. When it comes to family planning, you really I want to urge that you have caution. Nou, als het gaat om gezinsplanning, dan wil ik je op het hart drukken dat we voorzichtig zijn. And that you have mercy. En dat je ook genadevol bent. Now, some of you are going to get mad at me. Nou, sommige van jullie worden misschien boos op mij. Because I'm going to go too far. Omdat ik voor jullie misschien te ver ga. And others of you are going to get angry at me because I don't go far enough. En anderen zullen misschien boos op mij worden omdat ik voor jullie te weinig ver ga. First of all, if you are a biblical exegete, a student of the scriptures. In de eerste plaats, als je een Bijbelse exegeet bent en een student van de Bijbel bent, I believe that you will find it very difficult to come down on the side of never for any reason is it wrong, is it right to practice family planning. Ja, dan geloof ik niet dat je op grond van de Bijbel de conclusie kunt trekken dat het altijd verkeerd is om aan geboortebeperking te doen. Now the first question was I didn't have children until I was married for 8 years. Nou, de eerste vraag ging daarover dat ik heb genoemd dat wij pas kinderen kregen nadat we 8 jaar getrouwd waren. That's true. Dat is waar. My wife had a brain tumor. Mijn vrouw had een hersentumor. And so we couldn't have children. Met als gevolg dat we geen kinderen konden krijgen. But then one day it disappeared and she's pregnant. En na verloop van tijd is die hersentumor verdwenen en werd zij zwanger. Now, here's something that I see in scripture. En dit volgende vind ik in de Bijbel. Children are a gift from God. Kinderen zijn een geschenk van God. That's true. Dat is waar. People can practice birth control for nothing but selfish reasons. Ja. Mensen kunnen doen aan geboortebeperking puur en alleen uit zelfzuchtige motieven. They don't want to have too many children because of their career. Ze willen niet te veel kinderen krijgen omdat ze carrière willen maken. Or because of their lifestyle. En omdat ze een bepaalde levensstijl willen hoog houden. They don't want to have a lot of children because they just want to build their lives around themselves. Ze willen niet veel kinderen krijgen puur en alleen omdat ze hun leven rondom zichzelf willen opbouwen. Or they do it for economic reasons. Of ze doen aan geboortebeperking om economische redenen. Not because they're afraid they won't be able to feed the children. Niet omdat ze bang zijn dat ze de kinderen niet kunnen voeden. They just realize if they have more children, they're going to have to drive a cheaper car. Maar ze zijn zich ervan bewust dat als ze meer kinderen krijgen, dat ze niet meer in zo'n dure auto kunnen rijden. Or not be able to have the economic power they would like to buy things for themselves. Of dat hun koopkracht wat minder wordt daardoor. Dat willen ze niet. It's an inconvenience. Children are an inconvenience. Ja, dan worden kinderen alleen maar een ongemak. That is sin. Nou, als je er zo over denkt, dat is zonde. That's sin. Dat is zondig. I don't know any way to call it. Ik weet niet hoe ik dat anders moet noemen. I sometimes honestly question why people have children. Soms vraag ik mij eerlijk af waarom mensen kinderen hebben. You have a little baby and you go back to work 6 months later. Mensen krijgen een kleine baby en een half jaar later zijn ze weer volop aan het werk. Your baby's raised by another woman. En de baby wordt opgevoed door een andere vrouw. And is mainly raised by the other children. En wordt daarna opgevoed door de andere kinderen. I mean, why are you having children? Dus waarom blijf je maar kinderen krijgen? If you just want to give them away for 8 hours a day. Of waarom krijg je kinderen om ze alleen maar weg te geven aan anderen 8 uur per dag? Some serious changes need to be made in the West with regard to our view of children. Nou, ik denk dat in het Westen dat er echt wat serieuze aanpassingen moeten worden gedaan
ten aanzien van ons denken aangaande kinderen. Now, some people will say because of this, women should never work or have a life outside the home. Nou, sommigen zeggen overeenkomstig deze redenering dat vrouwen nooit een baan buitenshuis zouden moeten hebben. And there's some sound arguments to a degree in that. En tot op zekere hoogte zijn er ook argumenten aan te voeren daarvoor. But when I look at the book of Proverbs, I see something very interesting. Maar als ik kijk naar het boek Spreuken, dan zie ik iets heel interessants. I do not see a woman who is limited. Ik zie niet een vrouw die op allerlei manieren wordt beperkt. What I see is a woman in the different stages of her life. Ik zie een vrouw die door verschillende fasen in haar leven gaat. Many of you women probably hate the Proverbs 31 woman. Het zou best kunnen dat er hier veel vrouwen zijn die eigenlijk een beetje moeite hebben met de degelijke huisvrouw van Spreuken 31. She's superwoman. Want het is een supervrouw. My wife one day I was talking to her about it and she said, "No, you just don't understand the passage." En een keer sprak ik daarover met mijn vrouw en toen zei ze tegen me van nee, je begrijpt niet echt wat daar staat. She said, "This is not a day in the life of this woman." Ze zei tegen mij, weet je, het beschrijft niet één dag in het leven van deze vrouw. This is the entire life of the woman. Maar het is een beschrijving van het hele leven van deze vrouw. And this is how my wife has chosen to order her life. En mijn vrouw heeft ervoor gekozen om haar leven zo in te richten. When it was only she and I for 8 years. Toen zij en ik 8 jaar gewoon met ons tweeën waren. She was doing all kinds of things outside of the house. Deed zij van alles buitenshuis. She was witnessing and ministering. Ze getuigde en ze diende. She's an artist. She was making things and selling them. En ze is kunstenares en ze maakte dingen en die verkocht ze. When times got really tough, she cleaned houses for people. En toen we het financieel heel moeilijk hadden, is ze gaan schoonmaken bij mensen thuis. Well, let the little children come unto me. Laat de kinderen tot mij komen. They're not a convenience. This is what life's all about. Ze zijn geen ongemak voor ons, want dit is het leven. So when we had no children, she was doing things like the Proverb 31 woman. Dus toen wij geen kinderen hadden, deed ze bepaalde dingen die we vinden in Spreuken 31. But then children came. En toen kwamen de kinderen. A blessing from the Lord. Een zegen van de Heer. Someone has to raise them. En iemand moet hen opvoeden. Do you see that? Begrijp je dat? Or they're going to be raised by a secular society. Of ze worden opgevoed door een seculiere maatschappij. And so my wife said, "This is what I do now." Dus heeft mijn vrouw toen besloten, dit is wat ik nu ga doen. And so she dedicates herself to the home, just like there was a time in the life of the Proverb 31 woman when she dedicated herself to the home. Dus nu wijdt ze zich toe aan het gezin, net als dat de vrouw in Spreuken 31 ook zich toewijdt aan het gezin. As our children get older, en als onze kinderen straks ouder zullen worden, and they are taught to take care of one another, en als zij ook onderwezen worden om ook dingen voor elkaar te doen en voor elkaar te zorgen. My wife will have more and more freedom. Dan zal mijn vrouw meer en meer vrijheid weer krijgen. For example, bijvoorbeeld. Now our son Ian is 8 years old. Onze zoon Ian is nu 8 jaar oud. He can really do a lot of things. Hij kan al heel veel zelf doen. He watches his sister and his little brother. Hij kijkt naar zijn zusje en naar zijn broertje. He reads to them. Hij leest hen voor. He can even teach his little brother how to read. Hij leert zelfs zijn broertje hoe hij moet lezen. And so my wife has more and more freedom. Dus mijn vrouw krijgt haar handen steeds meer vrij. Now she doesn't leave them at home. Nou, ze laat ze niet alleen natuurlijk. But she's able to go down to her computer and do some outside translating work. Maar ze is wel in staat en ze heeft de ruimte nu om achter haar computer wat vertaalwerk te doen bijvoorbeeld. Because she loves to do it. En dat vindt ze leuk om te doen. Without neglecting her responsibilities in the home. En dat betekent niet dat ze haar verantwoordelijkheden thuis veronachtzaamt. Everything in stages. Dus alles is in fase. One day when our children are gone. En er komt een dag dat onze kinderen het huis uit zijn. My wife will travel all over with me again. En dan zal mijn vrouw weer met mij gaan meereizen. Stages of life. Verschillende fasen in het leven. Next year I'm going to travel a lot less.
Volgend jaar ga ik heel wat minder reizen. Because I'm more and more moving into a certain stage of my life. Omdat ik meer en meer terechtkom in een nieuwe fase in mijn leven. Now let's get back to the question. Dus laten we proberen wat terug te keren tot de vraag. If someone is practicing birth control. Als iemand doet aan geboortebeperking. For these selfish reasons. Uit zelfzuchtige motieven. I would say without a doubt they've got some serious spiritual issues. Dan zeg ik zonder twijfel dat we daar te maken hebben met iets problematisch. But now let's go to the other extreme. Maar laten we nu eens het andere extreem schetsen. I have met Christian families, especially Christian women, who boast about how big their family is. Ik heb christelijke gezinnen ontmoet en in het bijzonder christelijke vrouwen ontmoet die erin roemen hoe groot hun gezin is geworden. And I've met some who have large families that don't boast. En ik heb ook een aantal hele grote gezinnen ontmoet waar dat roemen er niet is. I have met some women who have 12 children. Ik heb vrouwen ontmoet die 12 kinderen hebben. And the house is full of joy. En dat is een gezin vol van vreugde. The woman is full of joy. En de vrouw is vol van vreugde. She's not wore out. Ze ziet er niet uitgeput uit. She is just an extremely gifted person. Het is een bijzonder begaafde vrouw. In that area. Op dat gebied. And that's what she can do. En zij kan dat aan. I applaud her. En ik prijs haar. But there are other women who try to imitate her. Maar dan zijn er andere vrouwen die zo'n vrouw proberen na te doen. Who have 8 children. Die hebben 8 kinderen. Who do not have her giftings. Maar die niet dezelfde begaafdheden her hebben. Her energy. En niet dezelfde mate van energie. And their houses are a disaster. En bij haar thuis gaat het helemaal verkeerd. They go to homeschool meetings and brag about 8 children. En ze gaan naar samenkomsten op de basisschool en dan zijn ze trots dat ze 8 kinderen hebben. But the house is a zoo. Maar thuis is het een dierentuin. Now, let me give you another example. Nou, laat me je een ander voorbeeld geven. Charles Spurgeon could read hundreds of books a year. Charles Spurgeon was in staat om honderden boeken per jaar te lezen. And he almost knew everything that was in those books. He could point to the page. En hij onthield bijna alles wat hij las in die boek. Hij kon de pagina zelfs aanwijzen. He could preach hundreds of sermons a year and write dozens of books. Hij kon honderden preken houden per jaar en dozijnen boeken schrijven per jaar. I can't do that. Nou, daar ben ik niet toe in staat. It takes me 4 years to write one book. Ik doe er 4 jaar over om 1 boek te schrijven. And when I'm finished, it's not the tenth of a book that Charles Spurgeon would write in a day. En als ik daar na 4 jaar mee klaar ben, is het nog niet 1/10 van de kwaliteit van het boek van Charles Spurgeon dat hij in 1 dag schreef. I'm not Charles Spurgeon. Ik ben niet Charles Spurgeon. I'm just me. Ik ben gewoon mezelf. I'm happy about that. En daar ben ik blij mee. I can shoot a bow better than he could. Ik kan veel beter boog schieten dan hij. You know. Here's that people have different giftings. Dus mensen hebben verschillende gaven. I was teaching in a church one time and there was a huge family there. Ik gaf eens les in een kerk en er zat een groot gezin daar in de samenkomst. And they carried a sign, we are a huge family. En ze droegen een vlag met zich mee. Wij zijn een groot gezin. And therefore we're spiritual. En dat betekent dus dat wij geestelijke mensen zijn. I mean, it was all you just knew that was their claim to fame. Je wist gewoon dat is waar zij in roemen. And I was talking about Ian and I. We went fishing. En toen gingen mijn zoon Ian en ik vissen samen. And we hooked a turtle this big. En we hebben een kalkoen gevangen, zo groot. Oh ja, een schildpad, sorry. Ik dacht al. What did you hook? Yeah. A turkey. A turkey. Don't catch many of them in the pond. we kregen een grote schildpad aan de haak. It's called an alligator turtle. En dat is een soort een krokodil schildpad. You make it and very complicated. It will bite you. En zo'n schildpad kan jou bijten. And Evan had him, Ian had him on the line. En mijn zoon Ian had dat ding aan zijn lijntje. And he couldn't pull him in. En hij kon hem niet naar binnen trekken. He said, "Jump in the water, Daddy, get him." En hij zei tegen mij, papa, spring in het water en pak die schildpad. And I was more excited than he was. En ik raakte nog meer opgewonden dan hij was. I jumped in the water. Dus ik sprong in het water. And then I said, "What am I doing?" En toen zei ik, wat ben ik eigenlijk aan het doen?
Well, I'm still alive. Nou ja, ik heb het er levend van afgebracht. But I was telling this story. Maar ik vertelde toen dit verhaal. And one of the boys of that huge family came up to me. En een van de jongens van dat hele grote gezin kwam naar mij toe. And he kind of hid from everyone else. En hij verschool zich een beetje voor alle anderen. And he was crying. Maar hij huilde. And he said, "Brother Paul." En hij zei, "Brother Paul." "Did you and Ian really go fishing?" Zijn jij en Ian echt samen gaan vissen? Ja. Yeah. Ja. But you went alone. En je bent dus alleen gegaan? Just you two? Alleen jij en je zoon? I said, yeah. Ik zei ja. He said, "I've never done that with my dad." Hij zei, ik ben nog nooit alleen met mijn vader op stap geweest. God has given us wisdom. God heeft ons wijsheid gegeven. En be careful of selfishness. En pas op voor zelfgerichtheid. That's very prominent in all of us. En dat is heel erg aanwezig bij ieder van ons. Children are a blessing from the Lord. Kinderen zijn een zegen van de Heer. Be careful of taking a huge family to be a mark of spirituality. En pas ervoor op dat je een groot gezin maakt tot een soort embleem van geestelijk zijn. Also, I have known women. I have a friend right now who, if she has another baby, she will probably die. Ja, wij hebben ook een vriendin. En bij haar is het gewoon het geval dat als zij nu nog een kind zou krijgen, dan zal dat waarschijnlijk haar dood betekenen. Wisdom and righteousness requires that something be done. Nou, wijsheid en gerechtigheid vragen er dus om dat daar voorzorgsmaatregelen worden genomen. Another question. Ja. Ja. De Heere zegt in Genesis 2 vers 18 dat het niet goed is dat de mens alleen zij. Mag je dan deze tekst de Heere voorhouden en erop pleiten als je alleen bent? En dan een andere vraag die daarop aansluit. Hoe moet je omgaan met het volgende? Je bent alleenstaande, maar je zou heel graag met een godvrezende levenspartner door het leven gaan, maar er komt niemand op je weg. The Lord says in Genesis 2 vers 18, "It's not good that a man be alone." May we use this text and plea before the Lord, when you are single, how should you cope with the following? You are single, but you would love to share life with a godly partner, but no one comes on the way. Okay. You get you a big stick. Nou, zorg ervoor dat je een flinke stok vindt. And a net. En een net. That's how my wife got me. Dat is de wijze waarop mijn vrouw mij te pakken heeft genomen. I was walking through the jungle one day. Ik liep eens door de Rimbu. And I heard. En ik hoorde iemand fluiten. And I kept hearing the sound of this strange bird I'd never heard before. En ik bleef deze vreemde vogel maar horen fluiten. And so I walked over to these bushes. Ja, dus ik begaf mij naar die struiken waar dat geluid vandaan kwam. And I pulled the plants aside and stuck my head in. En ik heb de struiken opzij geschoven en mijn hoofd naar binnen gestoken. And a huge rock came down on my head. En er viel een enorme steen op mijn hoofd. And when I woke up, I was married to a Peruvian jungle woman. En toen ik weer bij bewustzijn kwam, was ik ineens getrouwd met een Peruaanse junglevrouw, Jane. So all you sing. All you single women need to have my wife come over and give you a conference on that. Dus alle alleenstaande vrouwen die moeten maar eens naar mijn vrouw toe komen en luisteren naar wat zij daarover te zeggen heeft. Anytime someone tells me they greatly desire to be married. Iemand die mij elke keer als iemand mij vertelt dat hij of zij heel graag getrouwd zou willen zijn. It is a wonderful blessing. Dat is een geweldige zegen. It is a good desire. Het is een heel goed, legitiem verlangen. Especially in this world that hates such things. In het bijzonder in de wereld waarin wij leven die een hekel heeft aan dit soort dingen. Your desire to be married is important. Het verlangen om getrouwd te zijn is belangrijk. And it is a desire from the Lord. En het is een verlangen van de Heer. If you do not have the gift of celibacy. Als je de gave van het celibaat, het alleen kunnen zijn, niet hebt. You should desire marriage.
dan is het goed om een verlangen te hebben naar het huwelijk. And it is better to marry than to burn. Het is beter om getrouwd te zijn dan te branden van begeerte. But there is also the work that God is doing in your life. Maar de Heere God is ook aan het werk in je leven. And that is conformity to the image of Christ. En Gods doel met jou is dat je gelijkvormig wordt aan het beeld van Christus. God knows exactly what you need to be conformed to the image of Jesus. En de Heere God weet precies wat er in jouw leven nodig is om gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus. Some of you need a wife or a husband. Sommigen van jullie hebben een vrouw of een man nodig. And that's what you have. En dat is wat de Heer je heeft gegeven. Others of you who desire to be married. Anderen van jullie die een verlangen hebben om getrouwd te zijn. God has ordained that you still be single for a time because he knows what you need in order to be conformed to the image of Christ. De Heer heeft het zo geleid dat je tot nu toe alleenstaand bent gebleven, omdat hij weet wat er nodig is in jouw leven om je meer gelijkvormig te maken aan Jezus. I know a person who is in their 50s. Ik ken iemand die in de 50 is. Who greatly desires to be married. Die een sterk verlangen heeft om te trouwen. But they are not. Maar hij of zij is dat niet. And it is a great struggle for them. En het is moeilijk voor deze mensen. But the Bible teaches us that God is using that in their life to conform them to the image of Christ. Maar wat de Bijbel leert is dat God ook dit gebruikt om hen meer gelijkvormig te maken aan het beeld van Christus. You should not make this an idol. Je moet hier geen afgod van maken. And you should not waste your time seeking a spouse outside the will of God. En je moet niet je tijd verspillen aan het op zoek gaan naar een levenspartner buiten de wil van God. While you are single, dedicate your life to three things. Terwijl je alleenstaand bent, wijd je leven toe aan drie dingen. Knowing God. De Heere leren kennen. When you have a wife and children, there are distractions. Als je een vrouw en kinderen hebt, dan word je daar deels van afgeleid. Being conformed to the image of Christ. Dat je groeit in gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. And growing into somebody who would make a good husband or wife. En dat je opgroeit tot iemand die een goede man en vader, man en echtgenoot zou kunnen zijn. When a young girl comes to my wife and says, I want to be married so bad. Wanneer een jonge dame naar mijn vrouw toestapt en tegen haar zegt, ik wil zo graag trouwen. She'll usually ask them this. Dan stelt zij hen meestal deze vraag. Do you know how to cook? Kan je koken? And most girls go, no. De meeste meisjes zeggen dan nee. Well then go learn how to cook and after that maybe God will bring you a husband. Nou, ga dan eerst leren koken en misschien dat de Heer je dan een man geeft. The point that she's making is this. Maar wat ze daarmee wil verduidelijken is dit. In God's providence he has not brought you a husband. Gods voorzienigheid heeft er tot nu toe toe geleid dat je nog geen man hebt. Or a wife. Of nog geen vrouw hebt. Spend this time in preparation. Dus besteed deze tijd aan voorbereiding. It's very important. Dat is heel belangrijk. And then also use your freedom to serve the Lord. En ook maak gebruik van de vrijheid die je nu hebt om de Heer te dienen. I did not go to Peru in order to find a wife. Ik ben niet naar Peru gegaan met het doel een vrouw te vinden. I went to Peru to start a church. Maar ik ben naar Peru gegaan om een gemeente te stichten. While I was there, God brought me a wife. En terwijl ik daar was, heeft de Heer mij een vrouw gegeven. You see, set your heart on him. Dus vestig je aandacht op hem. Let me say something else that's part of this, and it's important. Nou, ik wil nog iets anders zeggen dat hier ook bij hoort en wat heel belangrijk is. Bodily discipline or bodily training is only of little profit. De oefening van het lichaam is slechts tot weinig nut. But it is profitable. Maar het is wel nuttig. Lichamelijke oefening. In the West, more and more people are becoming physically slothful.
In het Westen is het het geval dat meer en meer mensen fysiek gezien heel slordig worden. Now it is wrong for you to want to look like some sensual supermodel. Nou, het is verkeerd als je er wil uitzien als een supermodel die heel veel indruk maakt. Or if you're a man to look like Arnold Schwarzenegger. Het is ook zondig als man als je wilt zijn als Arnold Schwarzenegger. But I see a lot of single people who tell me I want to be married. Maar ik zie een heel veel alleenstaande mensen die tegen mij zeggen ik wil zo graag getrouwd zijn. But they do not take care of themselves at all. Maar ze zorgen helemaal niet goed voor hun lichaam. They do not take care of their bodies. Ze zorgen niet voor hun lichaam. They're just not making themselves presentable or attractive. Ze maken zichzelf niet toonbaar of aantrekkelijk. They're lazy. Ze zijn eigenlijk lui. Now, there is a wrong preoccupation with the body and being in shape. Nou, er is natuurlijk een verkeerde vorm van in beslag genomen worden door je lichaam en in conditie zijn. And the ones who suffer from this the most are actually the women. En de meesten die hier het meeste onder lijden zijn in feite de vrouwen. Because in most magazines the woman is about 2 meters tall and weighs about 3 kilos. Ja, want in de meeste tijdschriften is de gemiddelde vrouw 2 meter lang en ze weegt ongeveer 3 kilogram. And so women are made to believe that's beauty. Dus vrouwen die worden geconditioneerd om te denken dat dat schoonheid is. That's not beauty. Maar dat is geen schoonheid. It's not even real. Dat is niet echt. They've stretched her legs with the computer. Ze hebben die foto's gemanipuleerd met de computer. I'm not, God has given you a body. God heeft je een lichaam gegeven. And it is unique. En het is een uniek lichaam. Some of you are tall and thin. En sommige van jullie zijn lang en slank. Some men are short and wide. En sommige mannen zijn kort en breed. You can't change what God's given you. Nou, je kunt niet veranderen wat God je heeft gegeven. Spurgeon had a great mind. Nou, Spurgeon had een geweldig verstand. I can't find my socks in the morning. Nou, ik kan mijn eigen sokken niet eens vinden 's morgens vroeg. But with what I have, I need to take care of it and cause it to prosper. Maar wat ik heb, daar moet ik een goede rentmeester over zijn en ik moet mijn talenten gebruiken en ze doen groeien. Now I know some of you are super spiritual. Sommige van jullie zijn overgeestelijk. That none of this matters. Dat je zoiets hebt van nou, dat lichamelijke doet er allemaal niet toe. But God indicates that it does. Maar God zegt in zijn woord dat het er wel toe doet. We know about the beauty of Esther. De Bijbel spreekt van de schoonheid van Esther. We know that the woman of Proverbs physically we don't know what she looked like, but we can tell that she was a woman who seemed to have a pleasant appearance. Nou, de vrouw van Spreuken 31, we weten niet precies hoe haar uiterlijk was, maar we kunnen wel leren uit dat hoofdstuk dat ze een heel plezierig voorkomen had. Joseph and David were handsome men. Jozef en David waren knappe mannen. So if you're young, dus als je jong bent, you're seeking a mate. En je bent op zoek naar een levenspartner. Also realize that taking care of yourself is important. Moet je je ook van bewust zijn dat voor jezelf zorgen belangrijk is. It's just another aspect of what it means to be everything you can be for the glory of God. Het is een ander aspect daarvan dat je met alles wat je bent leeft tot eer van God. Now some of you are probably really hurting about this matter. Nou, sommige van jullie die lijden misschien echt pijn vanwege deze kwestie. I want to close by giving you an illustration. Nou, ik wil afsluiten met je een voorbeeld te geven. This really happened. Dit is echt gebeurd. There was a student and his wife at a certain seminary in the United States. His wife? There was a student, a wife and husband were students, yeah. Okay. At a seminary. Er waren een man en een vrouw die allebei student waren aan een theologische opleiding. And they wanted to have children so bad. En ze verlangden heel sterk naar kinderen. And she had something like 3 miscarriages. En ze had tot 3 keer toe een miskraam gehad. And she had a miscarriage that day. En het was op die dag dat ze een miskraam had gehad. They had come home from the doctor. Ze kwamen thuis van de dokter. She was in bed. Ze lag in bed. And the husband had to go to the pharmacy to buy something for her. En de man moest naar de
apotheek gaan om iets voor haar te halen. So he gets in the car. Dus hij stapt in de auto. Turns it on and the radio comes on. En hij start de auto en de radio gaat aan. And the announcer said, Madonna has just given birth to her second child. En het nieuwsbericht zei dat Madonna net haar tweede kind had gebaard. The famous singer. Die beroemde popzangeres. Who is so well known for being ungodly. Die zo beroemd is geworden omdat ze zo goddeloos is. And the seminary student became angry. En de theologiestudent, die man, die werd op dat moment heel boos. I mean, really angry. Hij werd echt boos. He cried out to God. En hij schreeuwde het uit naar God. He said, God, why? Hij zei, God, waarom? Here's a woman who hates you. Hier is een vrouw die een hekel aan u heeft. Who goes out and picks different husbands to mate with. En die erop uittrekt en verschillende mannen neemt. To bring children into the world that she's not even going to teach about God. Waar ze kinderen van krijgt en die kinderen die onderwijst ze helemaal niet aangaande u. And you give her children. En u geeft haar kinderen. My wife is a godly woman. Mijn vrouw is een godvruchtige vrouw. She wants to raise this child in the fear and admonition of the Lord. En zij wil dit kind opvoeden in de vrezen en de onderwijzing van de Heer. And she's in there with a broken heart about to die because she's lost her third child. En nu ligt ze in bed met een gebroken hart en het lijkt wel alsof ze eraan doodgaat omdat ze al voor de derde keer een kind is verloren. How can you do this? Hoe kunt u dit nou toelaten? He goes to the pharmacy. Hij gaat naar de apotheek. And he comes back. En hij komt terug. And standing right there in the door of his house is another student. En als hij dan zijn huis binnentreedt, staat er bij de deur van zijn huis een andere student. The very serious look on his face. Met een zeer ernstige blik op zijn gezicht. And when he got out of the car, en als hij dan zijn auto uitstapt, the other brother, the student, walked up to him. Dan loopt die andere broeder, die andere student, naar hem toe. And said, I have a message from God for you. En zegt tegen hem, weet je, ik heb een woord van de Heer voor jou. Now he knew how serious this student was. Hij wist hoe ernstig deze student was. Though he was a little bit shocked about what he said. Ook al was hij ook wel wat nerveus om wat hij zou gaan zeggen. He said, this is God's message for you. Oh nee, sorry. Hij was zelf wat geschrokken omdat die student naar hem toe kwam en zei, ik heb een woord van de Heer voor je. God knows exactly what you and your wife need. God weet precies wat jij en je vrouw nodig hebben. He knows exactly what you and your wife must pass through, suffer. Hij weet precies wat jij en je vrouw moeten lijden, waar jullie doorheen moeten gaan. To be conformed to the image of Christ. Om gelijkvormig te worden aan het beeld van Christus. I believe it was a word from God. Ik geloof dat dat werkelijk een woord van God was. And that's what I would tell you as a single person. En dat is wat ik je vanmorgen als alleenstaande ook wil zeggen. I know you hurt. Ik weet dat het pijn doet. I know you may be lonely. Ik weet dat je misschien eenzaam bent. But I know God is good. Maar ik weet ook dat God goed is. And I know God knows exactly what you must pass through to be conformed to the image of his son. En ik weet ook dat God precies weet waar jij doorheen moet gaan om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Let's pray. Laten we bidden. Father, I pray that you would use your word. That you would bless your people. In Jesus' name. Amen.